Hallo, welkom bij Starter Rock. Ik ben Bart. Ik wilde het vandaag hebben over talent. Niet alleen over gitaartalent, muziektalent, instrumenttalent, maar gewoon talent in het algemeen. Ik krijg vaak te horen, als ik gitaarles geef, dat ik talent heb. En ik heb dat gewoon in mijn muzikale carrière, dus sinds 15 jaar speel ik nu gitaar. Ik ben nu 30 en ik speel sinds mijn 15e speel ik gitaar. Heb ik gewoon al vaker gehoord dat ik talent heb en ik ben daar gewoon niet helemaal mee akkoord. Ik vind, en dat is mijn persoonlijke mening, dat talent vaak verward wordt met hard werk en veel oefenen. Waar dat ook bij hoort, veel vloeken. Veel er echt geen zin niet meer in hebben om voor te doen. Heel vaak, alleen in mijn geval dan van gitaarspelen. Wacht, de lens is een beetje veel. Bij keuzen. Dus in mijn geval, in het geval van gitaar, is het gewoon, ja, een bepaalde riff of een bepaald nummer of een bepaalde lick dat maar niet in je vingers raakt. Je speelt hem opnieuw en opnieuw. Een bepaalde lick die niet in je vingers raakt, moet je opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw spelen. En dat gebeurt vrij vaak. Zeker in het begin dat ik speelde, gebeurde dat vrij vaak. En ik heb ongelooflijk veel gevloekt. Omdat mijn vingers wilden niet mee. En dat is op momenten zo frustrerend, zeker als je jong bent. Oh, ik kon me zo druk maken. En het feit dat ik een liedje wilde leren en dat het mij maar niet lukte. Maar ik heb altijd blijven volharden. Er zijn wel periodes geweest in mijn muzikale carrière dat ik minder speelde. Dat ik veel minder gespeeld heb. Veel meer geprofiteerd van het leven. Veel meer uitgegaan. Alcohol gedronken. Ik denk dat iedereen wel die periode van zijn leven meemaakt. Maar waar dat ik dus naartoe wilde was, ik kan wel blijven doorzetten. Er is een korte periode geweest waar ik minder gespeeld heb. Maar ik heb dan ooit besloten na een paar jaar vanzelf les te volgen. Omdat ik heb alles zelf geleerd van internet toen in de tijd. In de tijd voor YouTube. Dus YouTube bestond niet. Moeilijk om in te beelden nu, maar dat was wel zo. YouTube bestond niet. Er bestond wel zoiets als een quick real player of zo. Die beschikbaar was op Windows. En daar kon je wel video's vinden van gitaristen die stuff deden. Maar dat was vrij beperkt in mijn herinnering. In mijn herinnering was het vooral tablatuur. Die meestal voor de helft niet klopte. Dat had ik toen nog niet door. Nu heb ik dat door. Maar dus ik kan altijd blijven volharden. En op een gegeven moment heb ik ook gemerkt van als ik beter wil worden, dan moet ik gewoon meer spelen. Of meer oefenen. Spelen was het probleem zozeer niet, maar oefenen en echt volharden en iets. Dus ben ik getalenteerd? Ik denk dat niet. Ik denk dat talent en hard werken vaak met elkaar
verward wordt of omhuiseld wordt. Ik denk, talent is eigenlijk in wezen gewoon iets heel hard willen. En omdat je het zo graag wil, er heel hard voor werken. Ik denk dat dat talent is. Ik denk niet dat ik aangeboren ben met een bepaalde extra skill van beter met mijn vingers te kunnen bewegen om gitaar te spelen. Nee, dat denk ik niet. Niemand in mijn familie of van mijn gezin vroeger thuis bij mijn ouders speelde muziek. Mijn zus speelde wel gitaar, maar dat was na mij. Maar verder ken ik niemand in mijn familie, behalve mijn nonkel Johan, die nu recent overleden is, waarvan ik zijn eerste gitaar geleend heb, ken ik niemand die muziek speelde. Dus het genetisch is mij ook niet meegegeven. Dus ik geloof zo niet in talent. Ik vind het mezelf goed. Relatief. Vind ik dat ik veel beter kan? Ja, absoluut. Ik vind dat ik na 15 jaar spelen, de laatste 5 jaar toch vrij intensief, vind ik dat ik veel beter zou kunnen zijn. Dus de point dat ik eigenlijk naartoe wil komen is gewoon, laat je niet verblinden door talent. Talent door iemand die al lang speelt en goed is in hetgeen dat hij doet. Er zijn mensen vandaag de dag die beginnen naar gitaar en verwachten dat het na x aantal weken, maanden, dat ze hetzelfde kunnen spelen als ik kan spelen. En het ding is, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Ervaring speelde een heel grote rol. De finesse van spelen, denk ik, kweek je alleen maar door ervaring. Door spelen, opnieuw spelen. In band spelen, jams doen, improvisaties doen, thuis, op een loop spelen, enzovoort. Dus ik ben weer veel te veel woorden aan het gebruiken voor eigenlijk tot opnieuw dezelfde conclusie te komen. Goed word je alleen maar door hard werk erin te steken. En volgens mij wordt er te veel toegewezen aan talent. Ben ik getalenteerd in veel mensen hun ogen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar voor mezelf weet ik het vooral aan hard werk en toegewijd zijn aan mijn passie. Mijn passie is, ja, dat is vrij duidelijk, hè. Is gitaar, versterkers, pedaal. Dus, wat denken jullie daarvan? Zet het van onder in de comments. Of niet, je hoeft daar niet op te reageren. Ik vind gewoon, ik had het gevoel dat ik dat moest delen met een camera. Maar dus met internet. Dit is ook de eerste vlog-style video dat ik maak. En ik wil er daar wel meerdere van doen. Of dat is toch al sinds het plan. Dus ik zou zeggen, misschien tot de volgende keer. Je zou mij enorm hard helpen om te subscriben. Dus om te abonneren en de video te liken. Dat zou super cool zijn. Gewoon omdat ik wil groeien. Omdat ik meer mensen wil bereiken met dit soort monologen. Dus je zou mij enorm hard plezier doen daarmee. Ik zou zeggen, salut en
tot de volgende. Joe.